Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft vanmorgen de zuidelijke vleugel van het beddenhuis formeel opengesteld. Daarnaast vond ook de opening plaats van de beddenzaal van de afdeling interne geneeskunde. Met deze stap wordt een betere zorgomgeving gecreëerd voor verpleegkundigen, medici en patiënten van het AZP, zegt Claudia Marika Redan, algemeen directeur van AZP. Redan geeft aan wat nieuw is binnen de gerehabiliteerde vleugels, terwijl minister Gilmore Hoefdraad vertelt hoe het rehabilitatieproject tot stand is gekomen. Vandaag is de opening van de eerste etage Zuid, afdeling interne geneeskunde, met een acute dialyse unit. Deze unit zal op een later tijdstip worden opengesteld. Wat nieuw komt op deze afdelingen is een mediumkeerkamer voor complexe patiënten die extra monitoring behoeven, maar nog net niet op de intensive care afdeling hoeven te liggen. Verder hebben wij op alle etages een familiekamer, waarbij de sterftebegeleiding en het nemen van afscheid op waardige wijze kan geschieden en niet meer op de zaal tussen alle overige patiënten. De familie heeft alle ruimte om in besloten kring afscheid te nemen. Zo is ook als bijdrage aan de doelen van het gezondheidszorgsectorplan 2011-2018 in 2014 het Health Facilities Improvement Project tussen Suriname en OFET, wat het OPEC-fonds is voor internationale ontwikkeling, voor een bedrag van $26,5 miljoen goedgekeurd en getekend. Het belangrijkste doel van het project is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan de patiënten die in het ziekenhuis opgenomen worden. Dit project omvat de rehabilitatie van het beddenhuis, de bouw van 6 nieuwe operatiekamers en de uitbreiding en rehabilitatie van de Intensive Care Unit, ICU. Verder vindt via dit project ook de bouw en de rehabilitatie van 6 RGD-centra's plaats. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons en minister Antoine Elias van Volksgezondheid zijn ingenomen met de ontwikkelingen bij het AZP. De bewindsman zegt dat de verbetering van de zorg niet alleen in Paramaribo moet geschieden, maar ook in andere delen van het land. Ik ben vooral blij dat we met deze renovatie een weg gekozen hebben van verbeteren van wat we hebben en niet zomaar springen naar nieuwe dingen, maar verbeteren van wat we hebben. Maar natuurlijk moet je je hoofdziekenhuis, het AZP, goed voorzien, omdat degene die uit Tjumu komt of uit Kwamala, die belandt ook hier als secundaire en tertiaire zorg hebben. Maar het is ook goed dat de regering ook daar de eerste lijn zorg voorziet. En ook dat zal u zien. We hebben niet zo lang geleden een poli, een compleet nieuw gezondheidscentrum op Lauwatabiki geopend. Claudia Marika Redan zegt dat de andere bouwprojecten van het ziekenhuis ook vlot verlopen.